Maar ik wist niet dat druk was. Hey, dat is het koude. Ja. Wat verdomme, joh, dat werkt. Dat weer je het woord, hè. Top, top. Bent u pater Moster? Ben ik inderdaad. En weet u soms iets over een verdachte verschijning? Ik weet van niets. Ik ben alleen maar bezig met de Heer Jezus Christus. Is dat iets raars, die mysterieuze hoofd? Wat zijn we eigenlijk van plan? Ja. Ik had gedacht om hier eens de getuigen te interviewen. Oké, en zal ik naar sporen zoeken? Zoek jij naar sporen, dat is een goed idee. Dat is een goed idee. Kok? Ja? Ik denk dat ik iets gevonden heb. Denk jij wat ik denk? Dit ruikt naar waspoeder. En meer bepaald naar... Tash. Inderdaad. Nou meneer, u heet? Maria Dont. Maria Dont. Heeft u hier toevallig de laatste tijd geen een of andere Michael Jackson zien rondlopen? Papa Kerno. Interessant. En wat deed hij hier precies? Hij strompelde hem hier een beetje rond uit het hol. Niets verdacht. Niet dat ik weet. Hè. En weet u toevallig iets in verband met... Tash. Hebben ze gekocht naar hier? Maar in verband met Michael Jackson natuurlijk. Ja, misschien zou van wet gekomen zijn, wie weet. Interessant. Maar kom verder doen, maar was dat interessant. Dankjewel, mevrouw Dont. Salutjes, meneer. Ja. Maar kan je van tv, hè? Oh, ik weet het echt niet meer. Ik ook niet. Wat het Michael Jackson in was te redden. Ik weet het niet. En dan nog met die Tash. Ik kom jullie helpen. De parkvee! Oh, hallo, zij is in het echt. Zie je hem? Hij is op weg naar het speelplein daar. Van Ardooien. Oh, ja. Het speelplein. Ja, de volgende tip voor het mysterie. Daar moeten we heen. Maar is er daar ook niet de bar bij Louietje? Ja. We kunnen eens daar naartoe gaan. Ja, ik zal jullie erheen brengen. Vlekken nog niet. Maar dat was witter dan wit. Kom, meekomen. Toen was er het de ambulance. De plaats van de mysterieuze dood van Michael Jackson. Cause